Het is op de koppen lopen in Roeselare na een schrikkeljaar eindelijk weer een natuurcriterium. En dan kan de groene trui Mark Cavendish niet ontbreken. Hij was de grote slokop met 4 overwinningen. Are your legs feeling good because the people expect something of you? Actually, they don't feel too bad. I wasn't drinking. Nobody really had big parties on Sunday with the COVID situation. We enjoyed some time, just the team together and still in the bubble. Actually, I've just been 2 days with the kids. I got 4 kids and it takes more energy than the Tour de France from me. Cavendish kinderen zijn er ook bij. Samen met hun mama genieten ze van de koers. Especially in Belgium, it's a special atmosphere and I think it's definitely something that the children have missed the last few years. Supporter Mario kent Cavendish al van in 2007 en is er altijd blijven in geloven. Je had vorig jaar tegen ons gezegd in Schoten, it's maybe my last year, that's life. Ik heb daar juist tegen zijn vrouw ook gezegd. Zeg, vorig jaar zei hij dat en in de Ronde van Frankrijk heb ik hem nu gezegd. Ik zeg ja, 4 stages, zeg, that's life. Hoe dat kan veranderen. He. Naast de toerhelden rijden ook lokale helden mee. Zoals Seppe van Geluwe, die een tijd lang deel uitmaakt van een kopgroep met onder andere Jelle Walais. Magnifiek voor dat bieten. Maar, oh ja, als klein manneke, ik ben van Roeselaar. Ik droomde van naar hier te komen en nu in de zon erin mee. Oh ja, machtig. Ja. Wie denkt u dat er gaat winnen? Alles voor de... alles voor Mark. Alles voor Mark. Ja, Mark, ik ga winnen. Mark Cavendish. Op 4 ronden van het einde rijdt een groepje weg. Mark Cavendish, Jasper Philipsen, Tim Merlier en Dylan Teuns. Die laatste probeert de sprint nog te ontlopen, maar het is de groene trui die het uiteindelijk haalt. Cavendish wint voor Merlier en Philipsen.